Hallo lieve mensen, we zijn alweer bij les 4 van de Ashtanga Yoga introductiecursus. Leuk dat jullie meedoen en ik ben heel benieuwd naar wat je ervaringen zijn tot nu toe. We hebben de zonnegroeten behandeld en de afgelopen week de eerste 3 setjes van de staande serie. Het is belangrijk om die staande serie de tijd te geven. Dat is echt het fundament en daarmee zorgen dat je stabiel staat. Vandaag gaan we verder bouwen aan het fundament en we gaan weer een aantal staande houdingen toevoegen. En aan het einde komen er balanshoudingen. En die balanshoudingen zijn eigenlijk een test om te kijken van, hey, staan we goed geaard? Hebben we contact met de banda's, met de energiesloten? Maar ook, is onze focus goed? Is onze drishti, onze kijkrichting geconcentreerd? Is onze ademhaling rustig? Balans komt heel veel bij kijken. Bij alles wat ik vandaag doe, ik laat de volledige variant zien, maar je hebt in de voorgaande lessen natuurlijk aanpassingen kunnen zien. Kijk waar jouw lichaam aan toe is en werk langzaam toe naar de volledige variant. Oké, we gaan beginnen. Kom staan vooraan op je mat. Samasthiti. Je voeten tegen elkaar. Spreid je tenen, strek je benen. Maak contact met je bekkenbodem, Mula Bandha. Duw je grote teen op de mat. En je Uddiyana Bandha, je onderbuik licht in en optrekken. Borstbeen open en omhoog, schouders laag en naar achter. Je duimen wijzen naar voren. Begin diep en volledig te ademen met een ruisend geluid. We beginnen met de opening chant. Dankjewel. Surya Namaskara. Ekam adem in. Dwee adem uit. Trini adem in. Chatwari adem uit. Pancha adem in. Shat adem uit. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf, Sapta adem in, Ashto adem uit, Nava adem in, adem uit, Ekam adem in, Dwee adem uit, Trini adem in, Chatwari adem uit. Pancha adem in. Shat adem uit. Eén.
2. Drie. Vier. Vijf. Sapta adem in. Ashto adem uit. Nava adem in. Adem uit. Ekam adem in. Dwe adem uit. Trini adem in. Chetwari adem uit. Pancha adem in. Shat adem uit. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Sapta adem in. Ashto adem uit. Nava adem in. Adem uit. Ekam adem in. Dwe adem uit. Trini adem in. Chetwari adem uit. Pancha adem in. Shat adem uit. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Sapta adem in. Ashto adem uit. Nava adem in. Adem uit. Laatste keer. Ekam adem in. Dwe adem uit. Trini adem in. Chetwari adem uit. Pancha adem in. Shat adem uit. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Sapta adem in. Ashto adem uit. Nava adem in. Adem uit. Surya Namaskar B. Ekam buig je knieën, adem in. Dwee adem uit. Trini adem in. Chetwari adem uit. Pancha adem in. Shat adem uit. Sapta rechterbeen naar voor. Adem in. Ashto adem uit. Nava adem in. Dasha adem uit. Ikadasha, linkerbeen naar voren. Adem in.
Dwadasha adem uit. Trayodasha adem in. Chaturdasha adem uit. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Panchadasha adem in. Shodasha adem uit. Saptadasha buig je knieën, Utkatasana. Samastiti. Ekam buig je knieën, adem in. Twee adem uit. Trini adem in. Chetwari adem uit. Pancha adem in. Shat adem uit. Sapta rechterbeen adem in. Ashtau adem uit. Nava adem in. Dasha adem uit. Ekadasha linkerbeen adem in. Dwadasha adem uit. Trayodasha adem in. Chaturdasha adem uit. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Panchadasha adem in. Shodasha adem uit. Saptadasha adem in. Adem uit. Laatste keer. Ekam adem in. Dwee adem uit. Trini adem in. Chetwari adem uit. Pancha adem in. Shat adem uit. Sapta rechterbeen adem in. Ashtau adem uit. Nava adem in. Dasha adem uit. Ekadasha linkerbeen adem in. Dwadasha adem uit. Trayodasha adem in. Chaturdasha adem uit. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Panchadasha adem in. Shodasha adem uit. Saptadasha buig je knieën adem in. Samastitihi. Padangusthasana, voeten heupbreedte. Ekam, pak je grote tenen, kijk op, adem in. Twee adem uit, buig voorover. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Trini adem in, kijk op. Adem uit. Padahastasana. Ekam adem in, kijk op. Twee adem uit, buig voorover. Eén.
2, 3, 4, 5. Trini, adem in, kijk op. Adem uit. Chetwari, adem in, kom omhoog. Adem uit, Samastitihi. Uttita Trikonasana Ekam, adem in, stap uit. 2, adem uit, pak je rechter grote teen. Kijk omhoog naar je linkerduim. 1, 2, 3, 4, 5, Trini, adem in, kom omhoog. Chetwari, adem uit, pak je linker grote teen, kijk naar je rechterduim. 1, 2, 3, 4, 5. Pancha, adem in, kom omhoog. B, 2, draai. Eén, twee, drie, vier, vijf. Trini, adem in, kom omhoog. Chetwari, adem uit. Andere zijde. 1, 2, 3, 4, 5. Pancha, adem in, kom omhoog. Adem uit, Samastitihi. Uttita Parshva Konasana. Ekam, grote stap, adem in. 2, adem uit, buig je rechterbeen. Breng je linkerarm naar voren, kijk in je linkerhand. 1, 2, 3, 4. 5, Trini, adem in, kom omhoog. Chetwari, adem uit, buig je linkerbeen, kijk in je rechterhand. 1, 2, 3, 4. 5. Pancha, adem in, kom omhoog. B, 2, draai. Pak de variant die voor jou werkt. 1, 2, 3, 4. 5, Trini, adem in, kom omhoog. Chetwari, adem uit, andere zijde, rechterarm naast je linkerbeen. 1, 2, 3, 4. 5. Pancha, adem in, kom omhoog. Adem uit, Samastitihi. Prasarita Padutanasana.
Je kan, maak een grote stap. Je tenen wijzen licht naar binnen, handen in je middel. Maak lengte op de inademing. Adem uit, buig voorover. Kijk op de inademing. Op de uitademing buig je voorover. Je kruin richting de mat. Ellebogen recht naar achter. En hoe groter je pas, hoe makkelijker dit wordt. Kijk hierbij naar het puntje van je neus. Adem in, kijk op. Adem uit, zet je handen in je middel. Adem in, kom omhoog. Adem uit. B. Adem in, spreid je armen. Adem uit, zet je handen in je middel. Adem in, maak lengte. Adem uit, buig voorover. Hou je borst open. Ellebogen licht naar achter. Vind je balans hier. Je tenen wijzen licht naar binnen, zodat je knieën mooi recht staan. En je buigt vanuit je heupen. Met een mooie lange rug. En je buik blijft lichtjes in. Adem in, kom omhoog. Adem uit. C. Adem in, spreid je armen. Adem uit, strengel achter je rug je vingers in elkaar. Als dat niet lukt, kun je ook je ellebogen pakken. Strek je armen en buig voorover op de uitademing. Als dit moeilijk is, pak je ellebogen. En je kunt je armen in de lucht houden of als je heel flexibel bent, richting de vloer gaan. Forceer het niet. Geef het rustig de tijd. Adem in, kom in één keer omhoog. Adem uit. Laatste, D. Handen in je middel. Adem in, maak lengte. Kijk naar voren. Adem uit, pak je grote tenen vast met je wijsvinger en middelvinger. En je zet je duim erop. Kijk op de inademing. Adem uit, buig voorover. Je ellebogen wijzen naar buiten. Je schouders zijn laag en weg bij de oren. Je borst is open. En ook hier kijk je weer naar het puntje van je neus. Je gewicht over de hele voet verdeeld, voor en achter evenveel. Adem in, kijk op. Adem uit, zet je handen in je middel. Adem in, kom omhoog. Adem uit, vooraan, samastitihi. Parshvottanasana, adem in, maak een kleine stap. Als je dit kunt, maak je een bidhouding achter je rug. Als dat moeilijk is, pak je ellebogen vast. Open je borst, heupen recht. Adem uit, buig zo recht mogelijk over je rechterbeen. Kijk richting je enkel, je voet of misschien zelfs je grote teen. Dus je heupen zijn recht en je achterste voet is naar buiten gedraaid. Adem in, draai op dezelfde inademing naar je linkerbeen, open je borst. Adem uit, buig over je linkerbeen. Je buik ligt in, borst open, schouders en ellebogen naar achter. En dit is de laatste van de fundamental postures. Adem in, kom omhoog, laat je handen los. Adem uit, samastitihi. Nu begint onze eerste balanshouding, Uttanasana. Breng het gewicht op je linkervoet. Zet je linkerhand in je middel. Breng je rechterarm omhoog. En op de inademing mag je in het begin je knie vasthouden. En naarmate je dit langer doet, mag je je grote teen pakken. Duw de bal van de voet weg en trek terug met je handen. Uiteindelijk ga je zelfs voorover buigen. En kijk je of je been kan aanraken.
Je mag altijd in het begin gewoon je knie vasthouden. Het gaat erom dat we oefenen op de balans. Op de uitademing breng je je been gebogen of gestrekt naar rechts. En je kijkt over je linker schouder. Kijk naar een vast punt. Luister naar je adem. Duw je grote teen op de mat. Adem in, been, ga terug naar voor. Adem uit. Adem in, kom rechtop. Zet twee handen in je middel, hou je been hoog. Strek je voet, strek je knie. Hou vast. Til je been op vanuit je onderbuik. Uddiyana Bandha. En zet neer, heel goed. Andere zijde. Gewicht naar je rechtervoet, rechterhand in je middel. Linkerarm omhoog, pak of je linkerknie. Of naarmate je verder gevorderd bent, je grote teen. Adem uit, of je blijft rechtop staan, of de gevorderde die buigen voorover. Adem in, kom omhoog. Adem uit. Breng je been naar links. Kijk over je rechter schouder. En ook hier geldt weer oefening baardkunst. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Inademend gaat je been naar voren. Adem uit. Adem in, kom omhoog, twee handen in je middel, strek je been. Voel met je vingers onder in je buik, is je Uddiyana Bandha nog actief? Heel goed. En zet neer, dit is voldoende voor vandaag. We gaan weer gaan zitten voor de laatste drie zittende houdingen. Gekruiste benen, kleermaker zit. Halve lotus of hele lotus. En dan maak je achterbinding, pak je ellebogen vast of je tenen. Nava, adem uit, buig voorover, Yoga Mudra. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, adem in, kom omhoog, Padmasana, maak een mudra met je vingers. 1, 2, 3, 4, vertraag je ademhaling. 5. Steeds weer die aandacht naar je bandha's, je bekkenbodem, je onderbuik. En adem opwaarts. 6. Schouders ontspannen. 7. Maak je klaar voor Utpluttihi, handen naast de heupen, adem in, lift op. Blijf het proberen.
In het begin kom je misschien af en toe naar beneden, maar blijf jezelf steeds weer uitdagen. Til op. Nog meer. Oefening baart kunst. Vind je innerlijke kracht. En zet neer, heel goed. Closing chant, adem diep in. Dank jullie wel. En kom nou rustig liggen. Pak even een dekentje erbij. Lig op je rug voor de eindontspanning. Adem een keer diep uit door je mond. En geef je langzaam over aan de zwaartekracht.
Begin zachtjes te bewegen. Adem diep in en diep uit. Maak je lang. Trek ook even je knieën naar je borst. En als je zover bent, dan rol je eerst naar je rechterzij. Vanaf je rechterzij kom je tot zit. Dank jullie wel voor het meedoen. Namaste. Heel veel succes met oefenen deze dagen. En geniet van je dag.